Welkom Geert. Dankjewel. Voor de tweede keer, we gaan eindelijk van start. Ik kijk wel uit naar het gesprek van vandaag, omdat dit iets anders gaat worden dan wat ik normaal gesproken gewend ben. Voor de mensen die deze podcast luisteren, gaat het meestal over filosofie, politiek, actuele opinies. En dit wordt een beetje een andere podcast, want jij bent een auteur van romans, zoals De Kabbalist en andere werken. En je schrijft niet zomaar romans. Tenminste, het werk van jou wat ik gelezen heb, De Kabbalist, is ook een poging om een soort van transformatie in de lezer te bewerkstelligen. Dus dit zal denk ik iets anders worden dan de gesprekken die ik normaal voer. Dus al niet te min ben ik er wel heel benieuwd naar waar we gaan komen en wat we gaan bespreken en waar we gaan eindigen. Voordat we aan de slag gaan, vertel wat je doet en wie je bent voor de mensen die je niet kennen. Ik ben een schrijver en dat ben ik sinds een jaar of 15 nu. Daarvoor was ik theaterregisseur. Ik heb altijd in theater gewerkt, eerst als acteur en daarna als regisseur. Maar schrijven was mijn grote droom en ambitie. Maar ik dacht altijd, pas als ik 40 ben, zou ik genoeg wijsheid en skills verzameld hebben om dat te gaan doen. Mm. En dat is gelukkig gelukt. Dus sinds mijn 40ste mag ik mij schrijver noemen. Je bent ook op je 40ste begonnen met schrijven? Gedebuteerd. Dus ik ben op mijn 39ste begonnen. En op mijn 40ste gedebuteerd, ja. Oké, mooi. En wat trok je aan het schrijven? Wat was het waarvan je dacht, dit is iets wat ik wil gaan doen? Ja, boeken hebben altijd een heel grote rol in mijn leven gespeeld. Ik ben opgegroeid in een boekhandel. Dan natuurlijk de liefde voor boeken meteen meegegeven. En ja, boeken hebben mijn leven veranderd. Boeken zijn heel ingrijpende ervaringen geweest bij het lezen. Hebben mij doen dromen, hebben mij aan het denken gezet, hebben mij doen verlangen naar een ander soort leven. Mm. En ja, dus dat heb ik altijd ontzettend bewonderd in schrijvers. En ik dacht van wauw, als het me ooit zal lukken om dat ooit te doen, dan zal mijn leven geslaagd zijn. Daar ben ik inmiddels niet meer van overtuigd. Oh, oké. Okay. Dat ik mijn volgende vraag, is dat gelukt? Maar ik ben wel heel blij dat ik in elk geval een aantal boeken tot nu toe heb kunnen en mogen schrijven. Ja. Ja. En als je het over boeken die je hebben doen verlangen en die je hebben geïnspireerd, wat is een boek wat je dus echt geïnspireerd heeft? Dan denk ik vooral aan de boeken van Herman Hesse. Een man die zo met golven heel veel gelezen wordt weer en dan weer in de vergetelheid raakt. Maar dat zijn boeken, zou je eigenlijk de eerste inspirerende boeken kunnen noemen in de literatuurgeschiedenis. Die eigenlijk vooral het adolescentenhart ontzettend beroeren. Mm. Die ook meestal een adolescent, een jonge man meestal van 18, 20 jaar als hoofdrol hebben. Die ongelukkig is met zijn leven, met wie het allemaal niet lukt, met wie de liefde niet lukt. Die vastloopt en die dan op avontuur gaat, die zijn dromen gaat bevechten en zichzelf tegenkomt. En die je doet dromen van elke man moet op een bepaald moment zijn dorp uit, moet de wereld in, moet kijken wat er achter de heuvel ligt. En daar geven die boeken jonge mensen de moed en de hoop toe. Ja, en was dat ook iets, een situatie waar je jezelf in kon herkennen toen je die boeken las? En was het daarom zo inspirerend? Ja, niet dat ik in een dorp woonde. Ik woonde in Antwerpen, wat toch een stad is. Maar toch ook gevangen in mijn wereldje. In de beperkte omgeving die ik kende en meekreeg. En ook ik droomde van een wild avontuurlijk leven. Van heel veel vrouwen beminnen. Van grootse dingen neer te kunnen zetten, die dat allemaal niet evident leken wanneer je als jongetje op een katholieke jongensschool je gefrustreerd voelt door alle beperkingen die erop gelegd worden. Ja, interessant, heel mooi. En het verhaal wat je beschrijft, het doet me ook gewoon heel erg denken aan het boek van jou wat ik gelezen heb, De Kabbalist, van een jongen die eigenlijk niet zozeer dat hij zijn dorp uit moet. Maar laten we daarmee beginnen. Want de reden dat ik jou uitgenodigd heb, is omdat ik
Dus de Kabbalist gelezen heb, jouw werk, vlak nadat ik de Alchemist gelezen had. Eigenlijk twee boeken die ik achter elkaar gelezen heb. En het zijn twee boeken die allebei heel veel indruk op me hebben gemaakt. Die inspirerend waren, zijn inderdaad. Op verschillende manieren. Toen ik de Alchemist las, dat was echt een boek dat voelde alsof het tegen mij aan het praten was. Tegen mij aan het spreken was. En ik had eigenlijk vanaf de eerste paar pagina's dat ik had het gevoel dat dit is iets wat tegen mij aan verteld wordt. En waarbij ik heel snel mezelf al herkende. En heel veel van die beelden die ik daar gezien heb of die ik daar gelezen heb, zijn metaforen voor hoe je naar je leven kan kijken die ik eigenlijk meerdere keren al gebruikt heb. Voor de mensen die het gelezen hebben. Heb je het gelezen? Ik denk. Absoluut. Ja, dat is ook een van mijn lievelingsboeken, dus ik begrijp wat je bedoelt. Gek. Een van de voorbeelden die ik heel graag gebruik uit het boek is waarin wanneer hij in de woestijn is en in de oase daar zijn liefde in de woestijnvrouw ontdekt. Fatima. Fatima heet inderdaad, zo heet toevallig mijn moeder ook. Wat leuk. En hij moet haar verlaten om zijn legende te leven. Hij wil heel graag bij haar blijven, maar om bij haar te kunnen blijven moet hij haar verlaten. En dat is een heel mooi metafoor voor het achterlaten van de comfortabele dingen in je leven waar je waarde aan hecht om te kunnen doen wat je echt moet doen. En als het zo bedoeld is, komt het wel weer terug. Of in ieder geval dat je rust kan vinden in het feit dat als je dat gemist hebt, dat je dat gedaan hebt omdat je iets anders moest doen wat gedaan moest worden. Ja. Dat beeld gebruik ik heel veel. Vlak daarna las ik dus de Kabbalist. Eigenlijk volgens mij gelijk daarna. En dat was dus weer een heel andere ervaring. De Alchemist is een symbolisch boek. Dus het verhaal is symbolisch. In de Kabbalist komt heel veel symboliek voor. Ik weet niet of je het een symbolisch boek zou moeten noemen, maar daar kun je misschien zo meteen wat meer over vertellen. Daar komt heel veel symboliek in voor in de vorm van de Kabbalah en waar ook referenties gemaakt worden naar alchemie. En daarin had ik echt het gevoel dat ik meer een roman aan het lezen was, totdat ik een week nadat ik het gelezen had, eigenlijk een aantal dingen op hun plek vielen, waarop ik op een gegeven moment dacht, oh shit, dat is wat ik daar gelezen heb. En gelijk ook effect heeft gehad op hoe ik naar dingen kijk en hoe ik dingen doe en dergelijke. Kunnen we misschien zo meteen verder op gaan. Kun je vertellen wat de inspiratie was voor de Kabbalist om dat te schrijven? Ja, dat kan ik. ik had het verlangen om schrijver te worden op het moment dat ik vader werd. Dat ik mijn dochter voor het eerst in mijn armen hield. En toen dacht ik van, ik had heel veel ontzag voor dat moment. Van wauw, er komt een wezen in mijn leven. En het is mijn taak om haar te begeleiden. Om te gaan doen waarvoor ze hier gekomen is op deze planeet. En op datzelfde moment dacht ik ook van, maar help, ik doe dat zelf helemaal niet meer. Ik was toen theaterregisseur. Ik wist al lang dat die liefde bekoeld was. Dat ik daar geen voldoening meer uithield. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, wat kan ik anders gaan doen? Ik ben gedetermineerd om tot mijn pensioen dit te blijven doen. Want wat anders zou ik kunnen doen? Toen wist ik dat dat bullshit was. Toen wist ik van, als ik dit meisje wil aanmoedigen om haar grootste droom te gaan leven, dan zal ik het zelf moeten gaan doen. Mm. Dus toen wist ik wat mijn droom uiteraard was, namelijk een boek schrijven. En dan kom je op het probleem terecht. Ja, maar waarover dan? En mijn toenmalige ex-vrouw die zei, ja, wat een onzin dat jij dat niet weet. Als we 's avonds vrienden op bezoek hebben, dan wil je altijd tot een gat in de nacht discussiëren over het leven, wat de zin van het leven is, waarom we hier zijn, of er leven na de dood is, al die grote vragen. Ga nu voor jezelf eens op zoek naar antwoorden. En als je die antwoorden gevonden hebt, schrijf daar dan een boek over. Mm. Dus toen heb ik gehoorzaamd, zoals elke man moet dat doen. Ik ben naar mijn bureau gegaan. Ik heb toen een woedende brief aan God geschreven. Waarbij ik hem uitgedaagd heb van, God, ik ben het zat. Ik wil antwoorden. Ik wil weten hoe het leven werkt. Ik wil weten waarom we hier zijn. Al die grote levensvragen wil ik antwoorden op. En yeah, ik beloof u, als u mij die antwoorden geeft, dan zal ik een boek schrijven. En dat zal ik overal verkondigen. Tot en met een podcast van Chat die langs gaat komen.
En 15 jaar na dato. Precies, het is nog steeds ben ik die belofte aan het inlossen. En de volgende dag heeft God geantwoord in de vorm van een mailtje. Ja. Van een rabbi die ik niet kende, die me uitnodigde om Kabbalah-les te komen volgen. Toen dacht ik van, ja, ik zou wel een idioot zijn als ik gisteren die brief schrijf en vandaar krijg ik zo'n uitnodiging. En wat was de reden dat die rabbi jou uitnodigde? Dat is nog steeds een... Je had geen contact met hem, je kende hem niet. Nee. Hij kende jou niet. Nee. Dat zijn van die raadselachtige dingen die in het leven gebeuren. In elk leven, daar ben ik niet bijzonder in. Dat gebeurt in jouw leven, in iedereen zijn leven. En soms moet je dan op rare dingen gewoon ja zeggen. Mm-hmm. Ik had ook nee kunnen zeggen van ik ken die man niet en wie is dat wel? En wat Kabbalah, wat is dat nu? Dan hadden we hier nu 15 jaar later ook niet gezeten, ongetwijfeld. Mm-hmm. Dus ik heb jou ja gezegd. En ik heb die lessen gevolgd die in het begin onbegrijpelijk waren. Maar gaandeweg kreeg ik de antwoorden die ik zocht. En daar is dat boek uit ontstaan. Hmm. En ik zie ook gewoon nu al wat parallellen natuurlijk met hoe het verhaal zelf opgebouwd is. Want ik moet even denken, Chaim, hoe heet zijn leraar? Ik ben zijn naam gewoon vergeten. Itzhak Luria. Hoe? Itzhak Luria. Itzhak Luria, dat is ook een kabbalist die geroepen wordt om hem les te gaan geven. Dat lijkt dus op het verhaal dat je nu aan het vertellen bent. En dat is mooi. En hij leert ook door de geheimen van de Kabbalah, leert hij ook de zin van zijn leven of wat hij in ieder geval moet doen. Wat is de functie van die symboliek? Dus ik ben even aan het denken of we misschien eerst het verhaal moeten bespreken of nee, laat het over de symboliek hebben. Want het bestaat uit hoofdstukken die elk een naam van God zijn. In de Kabbalah heb je een aantal namen van God. En als je die 72. Naam, 72. En als je die namen kent, dan ken je de waarheid en eigenlijk alles wat er te kennen valt. Toch? Dat is het idee. In zekere zin, de 72 geheime namen van God, die kun je eigenlijk zien als 72 werktuigen om de rode zeeën van je leven te doorklieven. Zoals Mozes, die toen... Hij werd achtervolgd door de farao met zijn leger. Voor hem lag de zee. Hij kon er geen kant op. En toen moest hij boven zichzelf uitstijgen. Moest hij zijn hand boven de zee uitstijgen als stotteraar. Mozes die stotterde, dus kwam nauwelijks uit zijn woorden. En de zee oproepen om te splijten, om zijn weg te kunnen vervolgen met het volk dat hem volgde. En in ons leven hebben we natuurlijk allemaal rode zeeën. Momenten dat we geen kant op kunnen, onmogelijke situaties. Waarbij we denken van, ik weet niet wat ik moet doen. En die 72 namen, die staan eigenlijk voor 72 van dat soort rode zeeën. En dat zijn eigenlijk instrumenten die je kracht kunnen geven. Een soort van mantras zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Om die zee te splitsen in je leven. En het wonderlijke... Het mooie vind ik zelf dan, is dat die 72 namen, die zijn ook verborgen in de drie zinnen in de Torah van het verhaal waarin Mozes de zee splijt. Het wordt in precies drie versen beschreven, dat verhaal. Mm. En elk vers heeft 72 letters. En als je dus de eerste letters van die drie versen neemt, heb je de eerste geheime naam van God. Mm-hmm. De tweede naam, tot en met 72. En dat is... Het esthetisch, geniale, wiskundige universum dat dus in die Torah verborgen zit. Die code die daarin verborgen zit. Mm-hmm. En waar dus kabbalisten hun wijsheden uithalen. Ja, maar en wat ik me dus altijd afvraag hierbij is, hoeveel daarvan... Het punt is, als je ver genoeg zoekt naar betekenis en iets, ga je erin vinden. In hoever is symboliek iets wat je ontdekt en in hoever is het iets wat je erin plaatst? Of zou je zeggen, dat maakt geen verschil? Nou ja, dat is meer een vraag van geloof je het of geloof je het niet? Mm-hmm. En ik zelf heb geen talent om te geloven. Maar je stuurt wel een brief naar God. Dus hoe zit dat dan? Ja, het was ook een uitdaging van, bestaat u eigenlijk wel? Geeft u antwoorden?
Maar dus over die code, ja, dat kun je geloven of dat kun je niet geloven. Ik heb inmiddels zoveel mooie verklaringen gezien uit die Torah, die kloppen in mijn beleving, in mijn onderzoek, voor mijn leven, voor hoe ik denk dat het leven werkt, dat het voor mij waar is. Maar ik ben de laatste die zal zeggen van, Gait, jij moet dat ook geloven. Nee, dat moet je zelf onderzoeken voor jezelf als je dat de moeite waard vindt. Maar je begon deze zin met, ik heb geen talent om te geloven. Maar je gelooft het wel. Dus of is dat iets anders of begrijp ik je verkeerd? Ja, het uitgangspunt van de Kabbala is van, je moet niets geloven wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. En dus ik geloof in wat ik zelf onderzocht en ondervonden heb, maar dan is het natuurlijk geen geloof meer. Dan is het of ervaring of kennis. Maar die ervaring die is natuurlijk persoonlijk. Als ik iets ervaren heb, dan kan ik jou daar wel vol gloed over vertellen. Dan kun je nog steeds denken, ja, leuk voor jou, maar ik heb die ervaring niet. Ja. Dus dat is persoonlijke kennis. En daarnaast heb je objectieve kennis, waarvan je kunt over alles blijven discussiëren. En wat is uiteindelijk waar, dat kun je ook, jij met je filosofische programma podcast over vullen. Maar op een bepaald moment kun je wel 1 en 1 is 2 kunnen we vaststellen. Dat is kennis. Ja. Daar kunnen we gewoon in principe het eens over zijn. Ja. Dus in die Kabbalah, in het Kabbalah-leer ontdek je in de Torah allerlei verbindingen tussen verzen die waarin bepaalde geheimen of mantra's verstopt zitten, verbogen zitten, die je helpen om de rode zee in je leven te doorklieven. Dat is het idee erachter. Nee, dat is alleen voor die 3 verzen. Maar okay. Die Torah die bestaat uit 365.000 letters ongeveer. Ja. En al die letters die vormen een enorm cryptogram, waarbij bijvoorbeeld de eerste letter van de Torah en de laatste letter van de Torah, die hebben ook weer een symbolische betekenis. Je kunt het diagonaal doen, je kunt het verticaal doen, je kunt het horizontaal doen. Dus het is een oneindig cryptogram. En dat is wat die kabbalisten dus al duizenden jaren lang generatie na generatie analyseren. En elke generatie vindt ook weer nieuwe betekenislagen. Ze zeggen zelf dat die Torah een ui is die zich afbeeldt. En iedere keer komt er weer een nieuwe laag tevoorschijn die dat geopenbaar wordt aan een nieuwe generatie. Ja. Wordt ook vergeleken met een bloedmooie bruid die gesluierd is, die je probeert te verleiden, die probeert te lokken van kom dichterbij en laat ze af en toe een stukje van haar gelaat zien en dan verbergt ze zich weer. En wij een mensen, tease, dat is een tease. De Torah is een tease. Ja precies. Ja, daar wordt, en ook letterlijk, ik heb Kabbalah-vieringen meegemaakt in Londen bijvoorbeeld, waar Madonna bij aanwezig was. En dan wordt er met die Torah, die op een rol zit, wordt er gedanst door de mannen en die wordt echt als een bruid behandeld. Als een hele aantrekkelijke vrouw die op hun schouders gedragen wordt en ze dansen. En elke man probeert daar even aan te raken en dan gaat ze weer weg. Dus een heel sensuele, mystieke beleving ook. En dat is wat me ook heel erg aanspreekt. Ja, amazing. Dat idee van een diepgaande waarheid die in elke generatie eigenlijk opnieuw uitgevonden moet worden of verdiept wordt, dat trekt me heel erg en ik denk dat dat ook dat daar heel veel waarheid in zit. Dat er bepaalde algemene of universele of fundamentele waarheden zijn waar we niet omheen kunnen. Maar dat elke generatie of elk leven misschien zelfs, elk mens of misschien elk moment, dat zich op een andere manier openbaart. Dat zich openbaart op de wijze zoals dat nodig is of noodzakelijk is van de context waarin het openbaard moet worden. Ja. Dus die connectie maak ik heel erg en die vind ik ook heel interessant. Wat denk ik voor mij de heikelblok is, is dat de Torah zelf een historisch menselijk product is. Dus die is zelf de openbaring van een fundamentele waarheid op een bepaald moment in de geschiedenis, in een bepaalde context. Dus dan vraag ik me af, dat is dan die filosofische kant van mij, dan vraag ik me af, in hoeverre hebben deze kabbalisten dan een historisch menselijk product geuniversaliseerd? En dat is natuurlijk wat ik nu aan het zeggen ben, is het een idealisatie van iets? Een idealisatie? Is het, is het ge,
is het geïdoliseerd? Is dat het juiste woord? Is het een idool geworden? Is het door een idool geworden, ja of nee? Oké, interessante vraag, ja. Nou, het is sowieso een idool geworden natuurlijk. Het is een heilig boek geworden. Mm. En heilige boeken zijn idolen, net zoals Maria beelden of andere symbolen uit welk geloof dan ook. Is ook de Torah een soort onaantastbaar product geworden. Maar doet dat af aan de waarde? Maakt het daarom de waarde minder? Dat denk ik niet. En je kunt inderdaad vragen, waar komt die Torah vandaan? Is dat een goddelijk gedicteerd product dat God aan Mozes gedicteerd heeft? Mm-hmm. En daardoor een soort van bepaalde code in zich draagt? Of is het door mensen met een hoge inspiratie op papier gezet, waardoor die code er daadwerkelijk in zit? Mm-hmm. Dat weet ik niet. En de meer wetenschappelijke historici die zullen natuurlijk zeggen van nee, het zijn gewoon een aantal boeken die ooit samengesteld zijn. Mm. En die nu die Torah vormen. En dat doet denk ik iets te kort aan de waarde ervan. Mm. Ik geloof zeker niet in een god met een grijze baard die aan Mozes letter voor letter die Torah gedicteerd heeft. Maar ik denk wel dat het geïnspireerde boeken zijn. Mm. Ja. Interessant. Het verhaal in het boek zelf, de Kabbalist, daar gebeuren ook interessante dingen. En met name wat ik het interessant vind is of tenminste wat op mijzelf persoonlijk het meeste effect heeft gehad, is Chaim's worstelingen met zijn zonde, zijn grootste zonde. En 15 jaar na dato, ik denk dat we wel kunnen vertellen wat er aan de hand is. Tenzij jij zegt, nee, dat mag echt niet. Waarschijnlijk herinner je me aan nieuwe dingen, want ik heb hem 15 jaar niet gelezen. Dus okay. Denk ik van, oh, staat dat erin? Nou, dus wat er gebeurt is dat je begint met Chaim die zichzelf wijs maakt dat het een ongeluk was. Dat de dood van zijn vader een ongeluk was. En eigenlijk weet je gelijk al dat het natuurlijk geen ongeluk is. En dat is de crux van het verhaal. Dat je gelijk weet dat een ongeluk is, maar dat Chaim dat niet durft te zeggen. Dus niet durft te accepteren. Wat natuurlijk iets is wat we allemaal doen. We weten allemaal wat we fout hebben gedaan of de slechte dingen die we doen. Maar we proberen dat te verhullen of ons wijs te maken dat het niet echt is wat er echt gebeurd is. Of we kijken ervan weg. En dat doet hij ook. Ja. En pas op het einde van het boek kan hij zeggen wat hij al weet. Hij kan dan echt zeggen, ik heb mijn vader vermoord, doordat ik door een gevecht met hem en dergelijke. En elk kind moet op een gegeven moment zijn vader vermoorden, in de zin dat hij zijn ouders moet overstijgen. Dus onder dat juk, onder die schaduw vandaan komen, dus symbolische dood. Maar nadat ik klaar was met lezen, dacht ik op een gegeven moment dacht ik van ja, maar goed, maar het is toch al vanaf het begin duidelijk dat hij dat het geen ongeluk was. Hoe is dit de clue van het verhaal? Of hoe is dit de climax? En toen besefte ik me op een gegeven moment van wacht, maar dat is precies de climax. Dat het vanaf het begin al duidelijk is dat je het al weet, maar het nog steeds van weg kijkt. Precies wat je doet eigenlijk in je eigen leven. Je weet al wat er aan de hand is, maar je kijkt van weg. En pas op het moment dat je dan kijkt, kun je er los van komen. En het mooiste wat ik vind wat daar gebeurt, is dat Chaim dan opeens, dat hij dan ziet wat hij moet doen in het leven, namelijk de balans herstellen. En eigenlijk dankbaar is voor de fouten die hij begaan heeft. Enorme mindfuck en vereisen voor mij een hele wisseling van mezelf en kijken naar dingen die ik ook natuurlijk in het verleden gedaan heb en dergelijke. Wat ik me afvraag is, hij vertelt op een gegeven moment als eerste vertelt hij het aan zijn moeder. Vertelt hij wat er wel gebeurd is. Vertelt hij de waarheid. En die hangt zichzelf op. Die pleegt zelfmoord, want ze kan de waarheid niet aan. Wat is het idee daarachter? Dat begrijp ik niet. Wat is het idee erachter dat hij eerst eerlijk is, maar dat zijn moeder dat het leven van zijn moeder kost? Ja, nu ga je echt heel, heel erg in het boek. En waarom ik dat zo geschreven heb, dat weet ik niet meer. In algemene zin kan ik
wel zeggen wat jij ook zegt, van dat we allemaal onze geheimen met ons meedragen. En dat we allemaal die proberen te verhullen, proberen te verantwoorden waarom we gedaan hebben wat we gedaan hebben. Want niemand wil, als hij in de spiegel kijkt, van zichzelf zeggen: ik ben een mens die het leven niet verdient en die in en in slecht is. Dus je probeert te leven met je misstappen in je leven. Maar zolang je ze niet erkent en er niet mee aan de slag gaat, ja, zullen ze je blijven opjagen, zul je er achtervolgd door blijven. Dus je moet daarmee in treinen komen. En je hebt ook gelijk, ja, elke man in elk geval moet denk ik op een bepaald moment de vadermoord plegen. Ja. Moet op een bepaald moment onder die schaduw uitkomen. En moet ook zijn moeder durven loslaten. Misschien is dat nog wel een grotere uitdaging voor mannen dan hun vader ontstijgen. Mm-hmm. Omdat we in elke vrouw, als we hetero zijn tenminste, onze moeder weer zoeken. Mm. En ook al denken we dan dat we onze moeder achter ons gelaten hebben, dan zoeken we een nieuwe moeder in onze vrouw of in onze vriendin. Mm. En als het goed is, dan als het een wijze vriendin is, dan confronteert zij ons daar vroeg of laat mee. En dan is het spook dat we daar hebben achtergelaten, staat ineens levend en wel voor ons. Als het een wijze vriendin is, confronteert ze ons daarmee. Het feit dat je dus in haar je moeder probeert te vinden. Ja, ja. 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 Tenminste, dat is... Ja. Dat is nee, dat doet me denken aan... De reden gezegd, dat doet me denken aan wat andere werken van over het feminine en het masculine en hoe die met elkaar interacten. En dat de feminine krachten in de wereld erop toegericht zijn, de masculine krachten te wijzen op wat ze verkeerd doen en dat soort dingen. Of verkeerd doen, of in ieder geval te wijzen op de manier waarop ze zich verloochenen, zoiets, denk ik. Dan moest ik even aan denken toen je dat zei. Als je een wijze vriendin hebt, dan vertelt ze je dat je eigenlijk haar moeder zoekt. Je moeder zoekt in haar. Ja, ik denk dat inderdaad een vrouw een soort van poort naar bewustzijn is voor een man vaak. Dat de spirituele ontwikkeling van een man vaak begint wanneer hij een vrouw ontmoet die bereid is hem ook te omhelzen natuurlijk in alles wat hij is, maar ook confronteert in alles wat hij is. En dat daar dan onze tocht begint en uiteindelijk zullen we het zelf moeten doen, want anders gaan we weer een haarrok hangen. Dan lost dat voor mij op, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar zij kan wel onze liefdevolle gids zijn om ons op dat pad te zetten. Interessant. Dus Chaim en zijn moeder. Ik onderbrak je toen je daarover aan het vertellen was. Wil je daar nog iets over vertellen? Ja, jij vroeg waarom dat zij zelfmoord gepleegd heeft toen ze dat bericht ontvangen, toen ze dat gehoord had. Dat antwoord moet ik je echt schuldig blijven. Ja. Toen je aan het vertellen was, viel me net iets te binnen wat een mogelijkheid zou kunnen zijn. En dat is misschien... En dit is, ik heb ooit een serie gekeken, een misdaadserie, en daar kwam een rabbi in voor die vreemd ging. En de zoon vroeg: waarom heb je mij dat nooit verteld? En de rabbi vertelt een verhaal over dat er een man is die bakstenen in zijn tuin heeft. Elke dag gooit hij één baksteen bij zijn buurman. En op een dag loopt hij langs het huis van zijn buurman en valt hij op zijn eigen baksteen. Ik weet niet zo goed waarom die twee dingen nu allemaal samenkomen. Mooi. Misschien was het omdat Chaim op dat moment niet, toen hij het zijn moeder vertelde, niet de last wilde dragen van wat hij gedaan had, maar het eigenlijk op haar wilde plaatsen. Mooi. Van: draag dat alsjeblieft voor mij, want ik kan het niet handelen. Mooi, prachtige verklaring. Ja, dat is wat me te binnen schoot, maar dat zou... Dat is natuurlijk ook interessant, hè? Want er is natuurlijk het verschil tussen vertellen en tegen je zonde aankijken en andere mensen ermee belasten. Ja, 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 zoals vreemd gaan, van kun je zeggen van: goh, ik vertel het je toch, dus dan ben ik van de zonde verlost. Maar dan leg je het probleem natuurlijk bij de ander, want die moet daarmee dealen. Dus wat is inderdaad de waarde, waarom deel je iets? Is dat inderdaad om er vanaf te zijn, of is het om verantwoordelijkheid ervoor te nemen? Dat is iets wat we ons ook altijd moeten afvragen, denk ik. En wat is het verschil daartussen? In praktische zin? Dat het niet klaar is door iets op te biechten. Dat kan een stap zijn, maar belangrijk is natuurlijk eerst
er zelf uit te leren. Waarom heb ik dit gedaan? En hoe ga ik, als je ervan overtuigd bent dat dat niet goed was, hoe ga ik dat vermijden om dat weer te doen? En hoe kan ik die schuld inlossen? Hoe kan ik de personen die ik beschadigd heb daarmee in gebreken stellen of vergoeden voor wat ik gedaan heb? En hoe kan ik het naar mezelf ook weer helen? Dat ik daar mezelf weer in de spiegel kan kijken. En dan pas kun je gaan kiezen van wat de zin er eventueel van is om iets te gaan opbiechten of je daar de schade groter mee maakt. Of dat je iemand ook de kans geeft, bijvoorbeeld in geval van vreemdgaan, dat iemand de kans inderdaad ook geeft van ik heb dit gedaan, waardoor jij kunt kiezen of je bereid bent om wel of niet met mij verder te gaan, om mij te vergeven of niet. Ja, ja. Zou je dan zeggen dat het christelijke biechten een proces is die niet volledig is? Dat daar nog eigenlijk een stap tussen moet of na moet? Ja, biechten is natuurlijk een geniale vondst van onze kerkvaders. Dat ja, eigenlijk natuurlijk, denk ik, nergens op slaat. Maar ja, het heeft wel wat goed gebracht, omdat het is heerlijk toch? Van, je kunt moorden begaan, je kunt overspel plegen, je kunt alles doen wat God verboden heeft. Je zegt het in een hokje tegen een priester en die zegt dan bied 26 rozenkransjes en je bent er vanaf. Ja, fantastisch toch? die deal willen we allemaal wel. Ja, het is natuurlijk dat Jezus in het christendom dat natuurlijk allemaal op zich draagt. En wat interessante daaraan is wel dat je hebt natuurlijk ook bij Gaïm had je dus een dubbele werking. Je had de zonde zelf en zijn houding tegenover de zonde die hem weerhield van dat in de ogen aankijken. En je zou misschien kunnen zeggen dat in het christendom, doordat Jezus alles, ik heb net het boek van Jezus, doordat Jezus al die zonden op zich neemt, hoef je als mens niet die tweede werking van die zonde op je te nemen. Je kan direct door naar de vergeving en werken naar de verandering toe. Maar natuurlijk in de praktijk is dat natuurlijk niet hoe het uitpakt. In de praktijk is natuurlijk inderdaad hoe je beschrijft. Je begaat alle fouten die je kan begaan. En een priester vertelt je dat je na 26 rozenkransjes weer in het reinen bent. En dat is ook in de geschiedenis gebeurd, toch? Er is een tijdje geweest waarin de kerk daadwerkelijk gewoon geld verdiende door mensen te laten biechten. Als je maar genoeg betaalde, was je verlost van al je zonden en kon je zeker weten de hemel in. Ja, aflaten noemde aflaten, dat. Aflaten, ja, aflaten. Ja. En dan moest je een aflaat kopen en aflaat is letterlijk dus dat de zonden afgenomen worden als ticket naar de hemel. Je kocht eigenlijk een kaartje, zoals je nu een vaccinatiebewijs nodig hebt om bepaalde dingen te doen. Had je toen een kaartje om naar de hemel te kunnen en dan was je weer helemaal schoon. Ja. En dan, ja. Dat idee van balans. Sorry, wat zei je? Schuld inlossen. Het idee van je schuld inlossen. Dat is waar Gaïm dus op een gegeven moment, nadat hij overal doorheen gegaan is, nadat hij alles gezien heeft, tot inkeer komt en dankbaar voor is dat hij nu een schuld kan inlossen. Dat hij nu die balans kan terugbrengen voor de zonde dat hij begaan heeft. Kun je daar iets over meer over vertellen? Over dat idee van een schuld inlossen? Ja, ik denk dat we daar allemaal mee hoekeren. Laat ik het persoonlijk houden. Ik heb bijvoorbeeld nu nog een hele grote schuld in te lossen. Voor het volgende boek dat ik moet schrijven. En dat is een schuld die echt dreunt in mijn hele wezen, in mijn hele leven. Jij confronteert me er nu weer mee. Oh. Door het één hierover te hebben. En twee, door naar een boek van Jezus te wijzen. en ik kan daarmee woekeren en dat doe ik ook. En mee sjoemelen en ik probeer er onderuit te komen. En ik probeer allemaal excuses te bedenken om dat niet te doen, om dat niet te moeten doen. Maar ik weet van, als ik het niet zou doen, die schuld inlossen, en dat is het volgende boek dat ik moet schrijven, en ik lig over een paar maanden over mijn sterfbed, ja, dan kan ik niet op een goede manier van dit leven afscheid nemen. Dan weet ik dat ik gefaald heb.
En ik denk dat we allemaal dat kennen. Dat we weten van, dit, hier moet ik mee in het terrein komen. Dit was echt niet oké. Het was echt niet goed. En die schuld moet ik inlossen. En waar gaat je volgende boek over? Dan ben ik wel benieuwd. Jezus. Oh, echt? Oké. Okay. Wil je daar iets over vertellen of is dat nog een geheim? Nou ja, dus je, letterlijk nu begin jij erover, wil jij er meer over weten. Dus opnieuw maak jij het mij lastig, ja. Omdat ik dat boek eigenlijk helemaal niet wil schrijven. En dat is de, waar het hier, waar je het dan over wil hebben, of de woekering met je schuld. Ja. Ik heb geen zin om over Jezus te praten. Ik wil geen boek over Jezus schrijven, maar ik moet het doen. Waarom moet je over Jezus schrijven dan? Ja, de schaamte op die schuld is nog te groot. Oké, okay, sorry. Ik wil heel openhartig zijn, ja. Maar dit is nog net iets te... Ik ben aan het... Nee, maar dat is je taak ook, dus dat is ook goed. Maar ja, ik ga het wel vertellen, maar nog niet. Nog niet? Nee. Oké. Okay. Nou, dan ben ik echt heel erg benieuwd naar het volgende boek. Alchemie, dat komt ook voor in het boek. Wat is dat? En waarom zit het daarin? En waarom flirt Geheim daarmee? En tel me daar gewoon over. Ik wil weten wat dat inhoudt. Ja, alchemie was vroeger eigenlijk gewoon wetenschap. Pas bij Newton of na Newton, waar ik ook een roman over geschreven heb, zijn dat twee verschillende wegen geworden. De weg van de wetenschap en de weg van de esoterie. Mm. Maar tot in de tijd van Newton en Newton zelf... was alchemie een van de vele invalshoeken om het leven, het universum, de natuur te bestuderen. Men noemde zichzelf toen natuurfilosofen. Dus filosoferen over de natuur met alle kennis die voorradig was. Zowel de Bijbel als observatie, als de tools die er toen aan wetenschappelijke instrumenten bestonden. En ook alchemie en Kabbala zijn ontzettend verwant aan elkaar, omdat die ook alle twee via hun eigen symboliek en taal het universum en het leven proberen te vatten. En heel veel van onze wetenschappelijke kennis is het resultaat van alchemie. De bewegingswetten van Newton, waardoor dat we nu een raket naar de maan kunnen sturen, die heeft Newton ontdekt door zijn alchemistische experimenten. Dus alchemie, daar wordt nu heel lacherig over gedaan, vaak een beetje alsof dat gekken waren. Maar dat is heel onterecht, dat is hoogstaande kennis eigenlijk. En ja, want inderdaad, want ik ken het, nu natuurlijk van die twee boeken die ik gelezen heb, maar ik ken het, voorheen kende ik het vooral als de poging om van lood goud te maken, wat materieel volledig mislukt is, maar volgens mij... en dat, dan heb je daar ook een boek over geschreven, Maak van je leven goud. Ja. Wordt dat ook bedoeld in een meer symbolisch, ook wederom in een meer symbolische opzicht? Beide eigenlijk, zijn twee verschillende lagen ook. Toch letterlijk, ze probeerden echt goud te maken. Ze deden heel veel experimenten met smeltkroezen, met allerlei chemische processen, fermentatie, calcinatie, coagulatie, allemaal processen die nu ook gewoon in de industrieën gebruikt worden, die de alchemisten eigenlijk uitgevonden hebben om stoffen te doen transformeren. Distillatie is allemaal alchemistische processen. Nog niet zo heel lang geleden, ik ben nu de naam even kwijt, is het trouwens ook echt gelukt om goud te maken, om een ander, ja, ik wou dat ik nu de naam paraat had, maar die heb ik niet. Okay. Maar iemand is er dus in geslaagd om een andere stof tot goud te transformeren. Dus het is ook gewoon mogelijk. Maar dat is dus de fysieke kant ervan. Maar dat proces ging gelijk op met de transformatie van de alchemist. Zij gingen ervan uit, net zoals eigenlijk de kwantumfysica en de chaos-theorie, van het waargenomene wordt altijd beïnvloed door de waarnemer. Ja. Dus als de waarnemer niet transformeert, niet verandert, dan zal er in de waarneming ook niks veranderen. Dus die zeven processen van coagulatie, calcinatie, distillatie, fermentatie enzovoort, moesten ook in de alchemist plaatsvinden om zichzelf uit te zuiveren. Eigenlijk weer hetzelfde, ook om je donkere kanten
aan te gaan, het mannelijke en het vrouwelijke in balans te brengen bij jezelf. Om al die transformaties, die processen in jezelf aan te gaan. En dat ging gelijk op met de processen in de smeltkroes om metalen om te zetten tot goud. En als je het hebt over coagulatie op een mentaal niveau, wat betekent dat? Even als voorbeeld, hè? Want er zijn dus 7 processen, zeg je, waar dus materie doorheen moet om goud te worden. En er zijn dus ook 7 processen waar je als mens doorheen moet om goud te worden, een edelmetaal. Nou, ik kan me voorstellen, ik weet echt niet wat coagulatie is, maar het maakt even niets voor uit. Het gaat om dat ik me kan voorstellen dat iets fysieks coaguleert. Maar hoe werkt dat mentaal of in het mentale sfeer? Ja, dat staat natuurlijk dan proces calcinatie even als voorbeeld neem. Ja. Dat is het eerste proces. En calcinatie, dat is het proces waarbij in de smeltkroes, waar de metalen getransformeerd moesten worden, een ontzettende hitte werd geproduceerd. Zo hoog mogelijk. Een enorme vlammen werden onder de smeltkroes tot branding gebracht. Mm-hmm. En dat was wat ook in de alchemist moest plaatsvinden. Hij moest zichzelf ook in vuur en vlam zetten, zichzelf oververhitten, zichzelf naar een kookpunt brengen. En dat betekent dat de alchemist zijn doel, namelijk goud maken, moest transformeren. Dat het niet meer als een egoïstisch doel was, als belang voor zichzelf, van oh, dan heb ik een klomp goud, mm-hmm. maar als doel voor deze wereld, om het leven en het universum te snappen en die kennis als vrucht aan deze wereld te geven. Dus dat wij als mens, we zijn allemaal gedreven door ons ego. Jij maakt deze podcast omdat je lof wil en veel luisteraars en kijkers wil. En, precies. Eer wil en dat je voor de televisie gevraagd gaat worden om een programma te doen. Het zijn allemaal plausibele redenen, als jouw ego dat aan de gang is. Maar daaronder zit een innerlijke drijfveer dat je het leven wil begrijpen. Mm. Dat je met een aantal vragen zit, dat je in gesprek wil komen met mensen die je allemaal een puzzelstukje hopelijk kunnen aanreiken om jouw eigen waarden en normen en overtuigingen te scherpen en te ontwikkelen. En dat deel je met je kijkers, met je luisteraars. Dus je doet dat niet alleen voor jezelf, maar hopelijk het gesprek dat wij hebben inspireert nu iemand die zit te kijken naar ons. Dat is eigenlijk het proces van calcinatie. Als jou alleen om jouw ego te doen was, dan zou je hier nu de hele tijd heel intellectualistisch allemaal interessante boutades opdreunen. Zou je niet nieuwsgierig zijn? Zou je niet open zijn om wat deze vent allemaal maar vertelt tegen jou serieus te nemen? Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk, zit je in het proces van calcinatie. Ah, te gek, te gek. En wat is het volgende proces? Ja, je vraagt allemaal oude dingen. Ik vraag oude dingen. Dan zou ik mijn boek er even moeten bijnemen. Volgens mij is het tweede proces distillatie uit mijn hoofd. En distillatie is een proces waarbij ontzettend de stoffen gezuiverd worden. Met heel veel water schoongespoeld worden. Ja. En als je dat dan vertaalt naar onszelf, dan is het proces van te leren vertrouwen op de stroom, eenmaal dat je op dit pad zit. Dus dat je je doel hebt verbonden met een hoger doel, dat het niet meer een ego-gedreven doel is. Zodra je dat helder hebt, dan gaat het leven met je communiceren en kom je in een flow terecht. En dan kom je ineens allemaal tekenen tegen van het leven, waarbij het leven met jou gaat communiceren. Zoals in mijn geval kreeg ik een mailtje van een rabbi die mij heel veel te brengen had. Dat wist ik op dat moment niet. Ja. Maar ik moest erop vertrouwen van dit zou wel zin hebben. En zo krijg jij natuurlijk ook allemaal tekenen. Rare verzoekjes. Rare ontmoetingen op de tram. Of dat je ineens een stukje in de krant leest. Dat jouw leven een totaal andere wending kan nemen. Dus het hele leven gaat dan communiceren. En taak is dan om open te staan. Om daarnaar te luisteren. Om, hoe dwaas het ook soms lijkt, dat te doen. Als straks hier in Bodegraven een man je aanspreekt en zegt, kom jij eens mee. Dat hij dan niet zegt, wat is dat voor een rare vent, maar dat aan te gaan. En misschien heeft hij inderdaad een schat voor jou. Ja. Dat is natuurlijk het beginstuk van de alchemist, ja. Waar hij door een koning ontmoet wordt. Ja. Het grappige,
interessante is dat ik gewoon herken wat je zegt. Een van de dingen die veranderd zijn is dat ik... Veranderd is dat ik dingen die ik doe veel meer zie als een... Als inderdaad het terughalen van een balans. Of het rechtzetten van een balans. Ik ben sinds een aantal weken... Ik ben altijd best wel een sloddervos geweest. Oh, ben je? Een sloddervos geweest. Okay. Dus ik was gewoon heel makkelijk in dingen weg neerleggen. Ik kon wel opruimen, maar het maakt me niet zoveel uit. Sinds een paar weken ben ik dat niet meer aan. Ben ik juist heel erg veel aan het opruimen. Dat mensen eigenlijk aan het kijken zijn en zeggen, wat ben je aan het doen? Ja, opruimen. Hoezo? Het is al schoon. Ja, het kan nog schoner. En ik ben me gewoon ook aan het... Het verschijnt ook aan mij alsof ik inderdaad recht aan het zetten ben... wat ik al jaren heb laten verslonzen. Letterlijk laten verslonzen. Dus ik herken heel erg wat je zegt. Dat bepaalde dingen in je leven tekenen lijken... Of een kans zijn om een schuld in te lossen of iets dergelijks. En dat is... Vreemd is dat gewoon enorm vertrek is van mijn normale niet per se nihilistisch, maar materialistische, ook wel nihilistische en chaotische wereld, blik op de wereld, waarin zulke tekenen of dingen die aan jou verschijnen omdat je denkt dat ze op die manier aan je verschijnen. Dus je maakt je eigen wereld. En dat is ook helemaal niet anders dan iets anders dan wat je nu zegt. De vraag is alleen, accepteer je die dingen daadwerkelijk als tekenen of kijk je ervan weg en rationaliseer je het? Kijk je er objectief naar en zeg je dat dit is een toevalligheid? Laat maar zitten, ik ga verder met mijn eigen pad. Of kies je ervoor om het te zien daadwerkelijk als iets wat op je pad komt, wat je verder kan helpen met dan wel iets in het verleden, dan wel iets wat je te wachten staat in de toekomst. En dat zijn twee manieren om naar het geheel te kijken die tegenstrijdig lijken, maar het ook niet per se zijn. Want het is allebei... Het is de acceptatie dat het objectieve niet... misschien niet hoeft te zijn... Niet, dat objectief gezien niet hoeft te zijn zoals jij het ervaart, maar dat geen verschil maakt. Want het zijn twee verschillende stromen van uitleg. Verschillende manieren van begrijpen wat er gebeurt. Does that make sense? Ja, natuurlijk. Ja. Ik, het is mooi dat je voor jezelf dat proces helder maakt. En het maakt denk ik inderdaad niet uit of je luistert naar de tekenen of niet. Je wordt niet gestraft als je het niet doet. Behalve dat je jezelf toch een beetje straft. Of je proces vertraagt, hoe dan ook. Maar je kunt elk moment weer op de rit komen. En elk moment weer ervoor kiezen om open te staan, aan te staan. En ook niet natuurlijk elke dwaze splinter die op je pad komt achterna te lopen. Maar te voelen. En dat is voor ons mannen dikwijls lastig om te voelen. Nou ja. Zeker. Maar als je... je voelt meteen of iets waardevol is of niet. En je kunt dat gevoel ook heel snel onderdrukken, want het is nooit luidruchtig. Het is altijd wel iets zachts. Dus je moet al een soort zachtheid in je hart maken om het toe te laten. En dan voel je iets van, dit triggert iets in mij, dit raakt iets aan mij. Dan denk je dat je altijd ja moet zeggen. En sommige dingen die triggeren niet. En daar hoef je niks mee te doen, denk ik. Dan toch kritisch erop in. Oké, het zijn tekenen. Okay, je komt tekenen tegen in je leven. Waar komen die vandaan? Overal vandaan. Uit mailtjes, uit ontmoetingen, uit de radio. Nee, ik begrijp dus dat je gebeurtenissen als tekenen ervaart. Maar wat ik me voorstel bij een teken is dat erin gelegd is. Dus een teken is iets wat... door iemand ergens in, zoals in een verhaal iets een teken kan zijn. Of, okay, dus of een gebouw een teken van iets kan zijn. Je bedoelt zijn. Dat het achteraf pas betekenis krijgt doordat je er een betekenis aan geeft? Bijvoorbeeld. En als het een teken is, dan moet er... Dan kan... Kijk, als je in een wereld leeft met geesten en goden en dat soort dingen...
dan begrijp ik dat er tekenen kunnen zijn. Maar als je daar niet in leeft, dan begrijp ik niet hoe er tekenen kunnen zijn. Oké. Ik wil je wel uitleggen hoe dat ik daar... Heel graag. ...in sta, maar niet om je te overtuigen. Nee, maar het is ook zo... ik vraag het ook niet om overtuigd te worden. Ik vraag me... ik probeer te begrijpen wat voor wereldbeeld erachter zit die dit mogelijk maakt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Oké. Ik vroeg me altijd af waar onze ziel zat. Mm. We hebben zeker spirituele mensen hebben het voortdurend over hun ziel. Maar er is nog nooit wetenschappelijk een ziel uit een lichaam gehaald. Dus ik had altijd iets van... En als katholiek jongetje heb ik meegekregen dat een ziel, dat een soort van witte lint ergens was in onszelf. En iedere keer dat we iets slechts deden, werd er een stukje zwart. Mm. Dus je moest maar zorgen dat dat op het eind niet helemaal zwart was, want dan ging je naar de hel, dat het zo wit mogelijk bleef. Maar dat is natuurlijk een kinderlijke beeld. Tot mijn huidige vrouw, Michelle, op een bepaald moment zei, ja, wat een onzin dat jij denkt dat je ziel, dat die in jou zit. Je ziel zit helemaal niet in jou, die wordt omringd door de ziel en daar kun je op intappen. De ziel moet je zien als de intelligentie van het universum waar je op in kunt tappen. En wat bedoelt ze daarmee? Zij mediteert al haar hele leven lang. En bij meditatie richt je op de pijnappelklier. Helemaal centraal in onze hersenen. Een heel bijzonder orgaantje waar je letterlijk mee kunt intappen op de wijsheid van het universum. Dat is geen spiritualiteit, dat is wetenschap. Wanneer je in verhoogde staat van concentratie bent, wanneer je geïnspireerd bent, wanneer je in flow bent, dan staat die pijnappelklier aan. En dat kennen we allemaal, dat is geen hocus pocus. Je hebt ook momenten dat je geïnspireerd bent, dat je ineens ideeën krijgt, dat je, en dat kan zijn als je onder de douche staat, of als je in de natuur aan het wandelen bent, of aan het vrijen bent met je vriendin, of maar dan voel je dat er iets anders in je werkzaam is dan je eigen aardse verstand, je zintuigen, waarmee je normaal waarneemt. Mm-hmm. Dus dat kun je of bewust activeren, of soms wordt het door de omstandigheden geactiveerd, dat je die klik maakt tussen dat orgaantje en het omliggende universum. En dan ontstaan er synchroniciteiten. En dat zijn de tekenen, synchroniciteiten. Dat zijn dat je ineens iemand ontmoet die je leven een wending geeft. Dat je ineens de vrouw van je leven op een plek tegenkomt waar je normaal anders nooit komt. Dan word je een soort van gegidst door de intelligentie waar we gewoon allemaal uit voortkomen. Dat is in het kort gezegd mijn overtuiging. Ja, ja. De pijnappelklier komt ook al bij Descartes trouwens voor. Ja, de zetel van de ziel. De zetel van de ziel, van, die heeft dat verschil tussen je lichaam, wat een mechanisch machine is, en je, niet je ego, maar je mentale ik, wat je dus eigenlijk bent. En de vraag wordt hem dan op een gegeven moment gesteld door Elisabeth, een prinses, van oké, maar waar is... Hoe communiceren die twee dingen met elkaar? Een ziel wat volledig niet lichamelijk is en totaal anders is dan het lichaam. Hoe communiceert hij dan met het lichaam? Ja. En hij noemt dan dat pijnappelklier als de plek waarop hij, misschien als een joystick of zo. Maar je zegt dat het wetenschap is. Wat bedoel je daarmee? Hoe bedoel je het is wetenschap? Je zegt dat als je in een flow staat bent, dan staat die pijnappelklier aan of... Ja, omdat dat natuurlijk gemeten is, omdat ze brainscans kunnen doen, waarbij ze kunnen zien of die pijnappelklier wel of niet geactiveerd is. Er is heel recent, vind ik zelfs spectaculair, onderzoek naar die pijnappelklier. Dat die, wanneer die dus echt opengemaakt wordt, dat kan ook door psychedelische producten trouwens, door ayahuasca of door LSD of weet ik veel wat, dan wordt die pijnappelklier ook geactiveerd. Maar dus ook door meditatie, wat natuurlijk een veel gezondere en natuurlijkere manier is, dat er DMT vrijkomt. En DMT is een hormoon dat verantwoordelijk is bijvoorbeeld voor bijna doodervaringen, voor visioenen, voor buitenzintuigelijke ervaringen.
Ja, dat is dus gewoon wetenschap. Dus dat hormoon, ook door de pijnappelklier wordt serotonine aangemaakt, wat het geluksgevoel verzorgt, waardoor je beter voelt, happy voelt, blij bent. Melatonine wordt aangemaakt in de pijnappelklier. En dus zelfs als je blind, dus de pijnappelklier die reageert op het licht, als het 's avonds donker wordt, dan scheidt de pijnappelklier melatonine uit, waardoor we moe worden en willen gaan slapen. En 's ochtends, wanneer het licht wordt geactiveerd, waardoor dat we zin hebben om aan de dag uit te beginnen. Maar die werkt zelfs bij blinde mensen, die geen licht met hun ogen ontvangen. Dus die pijnappelklier die ontvangt letterlijk het licht dat ons omringt. En als je dan de stap mede wil maken dat dat licht ook bezielde materie is, energie, wat we zelf ook zijn, energie. En als we sterven, is het enige wat van ons overblijft energie. Stoffelijke vergaat, maar onze energie die kan niet vergaan. Dus dat onze energie gevoed wordt of gevoed kan worden door de energie waardoor we omringd zijn, ja, dan is het in mijn ogen wetenschap. Is het misschien nog niet helemaal letterlijk tot achter de komma in theorieën vervat, in formules vervat, maar is dat een kwestie van tijd? Is dat soort spiritualiteit nog niet tot op de komma berekende wetenschap? Dus het verschil zit hem erin dat, dat de ziel niet iets is wat in jou zit of in je lichaam zit, maar de ziel is de wereldziel. Of de ziel van de wereld of de ziel van het bestaan. En daar kunnen wij intappen. Ja, en dat is wat inspiratie is. Dat is waar alle grote uitvindingen in de geschiedenis uit voortgekomen zijn. Alle grote meesterwerken doorgeschreven zijn. Alle grote componisten doorgecomponeerd hebben. Natuurlijk ook vakmanschap, ook intelligentie, ook ontwikkeling. Maar elke grote uitvinder, schrijver, componist, whatever, zou altijd het ook over die flow hebben. Dat moment van inspiratie. Dat niet wetenschappelijk te beschrijven moment dat je ineens boven jezelf uitstijgt. Niemand krijgt dat zomaar cadeau. Die man, noemt hij Archimedes in het bad? Die was natuurlijk ook al heel zijn leven aan het nadenken daarover. En toen ineens ontdekte die Eureka. Dit is, ik weet niet precies wat hij ontdekte, maar in elk geval iets belangrijks. Dat is inspiratie en dat is in tune zijn met het leven, in tune zijn met de kosmos. Ja, dat is natuurlijk iets wat inderdaad heel veel auteurs en denkers en dergelijke zeggen dat. Vooral in de kunsten, denk ik, meer dan in filosofie en wetenschap. Alhoewel dat ook natuurlijk bij echte geniale momenten. Dat het niet iets is wat ze bedenken, maar dat het iets is wat ergens vandaan komt. En zij moeten het alleen maar opschrijven of maken of whatever. Dus dat is inderdaad, denk ik, wel een bekend iets. Maar hoe herken je het? Ja, wou je zeggen? Nou ja, ik denk ook wetenschappers, Einstein zelf, zijn beroemdste uitspraak is, denk ik ongeveer, van je kunt op twee manieren naar het leven kijken, of niks een wonder is, alsof alles een wonder is. Ja. Dat is gewoon de instelling waarmee je leeft. Je kunt alles, betekent niks. En dan niemand zou je dat kunnen betwisten. Je kunt aan niks betekenis geven. En dan gebeuren er natuurlijk ook geen wonderen. Ja, inderdaad. Hoe herken je dan het verschil tussen een teken of een dwaling? Je kan natuurlijk heel vaak denken dat iets een teken is, of dat hetgene wat je nu ziet, dat is wat je wilt. En daar die fout maken natuurlijk heel vaak dat we dingen nastreven die we eigenlijk helemaal niet willen. En op het moment dat we er zijn, realiseren we ons wel. Dit is echt dat ik hier zoveel voor gezocht heb. Bij een teken zou dat niet het geval moeten zijn. Een teken zou je altijd moeten leiden naar datgene wat je echt vervult, denk ik, toch? Oké. Hoe herkennen we dan het verschil tussen een teken en een dwaling? Ja, dat is denk ik voor een man moeilijker dan voor een vrouw. Omdat wij vaak moeite hebben met te voelen, met ons hart te openen, met een open hart naar de wereld te kijken. En dan is het niet moeilijk, dan is dat een... Net zoals je pijnappelklier een navigatie-instrument is je hart dan ook een navigatie-instrument dat je voelt, dit voelt goed, dit klopt, of dit voelt niet goed.
Dus eigenlijk, in wezen is dat heel eenvoudig, maar voor ons mannen is dat vaak heel lastig. Maar wacht even, als voor vrouwen veel makkelijker is, waarom kunnen vrouwen dan ook net zo goed op enorme dwalingen meemaken als hun hart dan wel open is? Dat is een goede vraag. Ik denk ook, klinkt niet zo vrouwvriendelijk dan, maar dat vrouwen er ook in kunnen overdrijven en alles als een gevoel kunnen interpreteren. Ja. Waardoor ze een beetje verdrinken, denk ik, in de gevoelens. Mm. Wat voor ons mannen gewoon niet leefbaar zou zijn om bij alles iets te voelen. Het vraagt een soort van balans vinden, denk ik, in je oprechte debiet van je hart. Mm. Dat je, toen ik dat mailtje kreeg, had ik geen twijfel. Ik wist dat ik daarop moest gaan. Ja. En ik heb meerdere tekenen gekregen waarvan ik wist dat ik erop in moest gaan. En op andere momenten voel ik mijn ego gedreven. En dan weet ik dat eigenlijk ook wel, maar dan probeer ik dat toch een beetje voor mezelf. Ik voel echt wel dat ik dat moet doen. Maar weet ik eigenlijk... Je bent er onderuit te komen. Ja, dan sjoemel je met je eigen overtuigingen. En dat voel je eigenlijk ook wel. Ja. Ja, ik begrijp je hoor. Want ik weet wel... En er komen ook gewoon voorbeelden in me op waarvan ik weet dat ik op momenten daadwerkelijk inderdaad dan een teken gevolgd heb. Of vanuit een interne drijfveer gehandeld heb of vanuit een ego idee van dit is misschien eigenlijk toch niet zo heel goed wat ik ga doen, maar misschien levert het me wel wat op. Ik heb het waarschijnlijk fout. Dit is heel goed wat er nu gebeurt. Dit is goed. Ik vraag ook natuurlijk door op, en vraag naar een antwoord, naar een soort van praktisch antwoord of handleiding, maar wat jij hier aan het vertellen bent is niet... Het is wel praktisch, maar het is op een andere manier praktisch. Het is niet een mechanisch iets, volg stap A, stap 1, stap 2 en 3 en 4 en dan heb je het gehaald. Het is letterlijk precies wat je zegt. Je hart als navigatie-instrument gebruiken en voelen of je tekenen ziet of dat je aan het dwalen bent. En eigenlijk is het erg dat niet als concreet gezien of ervaren wordt, want eigenlijk is het super concreet natuurlijk. Mm. En klopt het ook, je bent ook in omstandigheden geweest dat je je per definitie niet veilig voelde. Dat je voelt, dit klopt niet, dit voelt niet goed, dit hier wordt... En waarschijnlijk, als dat gevoel sterk genoeg was, heb je er ook naar gehandeld, ben je weggegaan. En omgekeerd ook, heb je ook ervaren van wanneer je wel absoluut voelde, yes, een heel ja in jezelf voelde, alleen wordt ons dat afgeleerd. Ja. Er wordt onnozel over gedaan. Van, slaat dat nu op? Ik voel dat ik dit moet doen of ik voel dat ik dit niet moet doen. En daardoor schamen we ons erover en proberen we andere verklaringen, rationele verklaringen te vinden. En dat is gewoon de wijsheid van ons lichaam. Het verstand is prima, daar kunnen we heel goede dingen mee doen. Maar dat hart is ook fantastisch. En die pijnappelklier is fantastisch. En als we ons lichaam als een instrument durven te eren en ernaar te luisteren, is het helemaal niet vaar. Ik ben het denk ik wel met je eens. Er is ook een stroming in New Age spiritualiteit die deze ideeën luisteren naar je lichaam en dergelijke een soort van verbasterd in de zin dat het een manier wordt om materiële welvaart te vergaren. Dus leren je laptop te manifesteren of je droomhuis te manifesteren en dat soort ideeën. En dat voelde altijd als een soort van iets heel erg wat dan gaat wringen. Waarvan ik denk, maar dat is niet het idee erachter. Dat je nog steeds die dingen die je helemaal niet nodig hebt, dan jezelf helemaal daarop gaat richten en daar jezelf voor gaat inzetten. Ook in dat idee van volg je hart zitten ook allerlei, hoe noem je dat? Laten we zeggen wolven op de weg die je probeert te vertellen wat je hart is. Wat het is dat je hart eigenlijk wil, wat helemaal niet het geval is. Dus een soort van parasieten die op een idee inspringen en dat, dat,
dat willen gebruiken voor een eigen gewin of om je van je pad af te zetten. En inderdaad ook leren we tegelijkertijd ook als we opgroeien om vooral niet naar onszelf te luisteren. Eerst je opleiding afmaken, eerst je studie afmaken. Zorg maar dat je een baan hebt. Zorg dat je veilig bent. Zorg dat je comfortabel bent. En dan mag je daarna wel even gaan kijken of je iets kan doen wat misschien ergens op lijkt. En voordat je daar eenmaal aangekomen bent, ben je volledig verstomd van elke gevoel inderdaad die je zou kunnen hebben. En ben je zo gedisciplineerd in de regels die er zijn en aardig zijn voor andere mensen en dergelijke, dat je maar jezelf laat leven door alles wat je vergaard hebt. Ja. Dus er is een soort van balanswerk tussen daadwerkelijk inderdaad luisteren naar wat je lichaam je dan zegt, in dit geval de tekenen die je krijgt, en daarbij niet ten prooi te vallen aan, laten we zeggen, niet waarzegsters, maar chanteurs, fraudeurs, mensen die een masker op hebben van ik ga jou helpen je hart te ontdekken, maar eigenlijk je willen inzetten voor hun eigen gewin of je willen gebruiken voor hun eigen gewin. Hoe herken je daar verschil tussen? Of gaat het antwoord weer zijn, dat weet je, die van binnen weet je dat. Ja, je geeft zelf het antwoord natuurlijk. Ja. Zodra iemand anders voor jou gaat zeggen wat je moet voelen of wat je moet doen, dan is het niet goed natuurlijk. Tenzij dat iemand, dat je zwemles van iemand wilt hebben en die vertelt je, ja, je moet eerst je armen zo doen en dan zo doen. Ja, dan is dat verstandig om dat op te volgen, maar dat is kennisoverdracht. Ja. Maar wat je werkelijk ten diepste moet doen of niet moet doen, dat kan niemand jou vertellen. Maar er is een bepaalde pad wat je af moet om te leren gevoelig te zijn voor die interne instrumenten die je hebt, zoals je het beschrijft. Ja. En voordat je daar bent, kunnen er allerlei inderdaad wolven op de weg zijn die je de verkeerde pad opleiden. Dus stel je voor, je hebt dat gevoel nog helemaal niet ontwikkeld. Je hebt dat gevoel van naar jezelf luisteren nog helemaal niet ontwikkeld. Of is het antwoord, je hebt het gevoel al in je, maar je moet er gewoon goed naar luisteren. Stel je voor, je hebt het nog niet ontwikkeld. Hoe onderscheid je wie je leermeesters moeten zijn als je dat gevoel nog niet ontwikkeld hebt? Laat ik het even heel op die manier. Ja, uiteraard door dat gevoel, maar als je dat gevoel niet meer vertrouwt, want je hebt dat natuurlijk wel, maar stel dat je dat ondergesneeuwd hebt door dat je het gevoel hebt dat je er geen contact meer mee hebt, wat heel veel mensen hebben uiteraard, maar wel het verlangen hebben om dat terug te krijgen, dan kan ik alleen maar hopen dat je iemand vindt die je zelf teruggeeft aan jezelf, in de zin die jou gaat openen. Die jou gaat leren vertrouwen op jouw wijsheid, op jouw innerlijke wijsheid. En misschien moet je ook wel een charlatan of een oplichter of een fraudeur tegenkomen om heel duidelijk te weten dat dus niet. Ik ben ook oplichters tegengekomen en mijn rabbi die mij op het spoor van de kabbalist heeft gezet, die heeft mijn eigen boek gejat. Die heeft mijn boek onder zijn naam uitgebracht. Daar heb ik mee moeten strijden in de rechtbank om mijn eigen boek terug te krijgen. Dus, maar ik ben hem eeuwig dankbaar. Daardoor heeft hij me ook in mijn kracht gezet. Daardoor heeft hij mij doen voelen hoe belangrijk dit boek voor mij was. En dat ik wilde dat er geen enkele discussie mogelijk zou kunnen zijn dat het echt wel mijn boek was en niet zijn boek was. Maar hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien. Dus ook slechte leraren hebben zeker hun betekenis. Het is echt een autobiografisch boek, de Kabbalist. En historisch, want dat is ook echt op historische feiten gebaseerd, maar het heeft zich in mijn eigen leven herhaald en voltrokken. Ja, mooi. Is er nog iets wat we moeten bespreken, volgens jou? We kunnen nog uren doorgaan, maar ik... Wil jij nog iets vertellen? Mijn vragen zijn op. Jouw vragen zijn op. Okay. Tenminste, er is altijd een punt. Ik heb het gevoel dat we nu een goede eindstation hebben bereikt. En een goed climax van het verhaal.
Maar als jij nog een addendum hebt of een epiloog, dan nog graag. Nou, ik ben even benieuwd voor mezelf. Wellicht weten jouw kijkers dat, maar ik niet. Wat jouw achtergrond is, want je weet veel over christendom. Hmm. Je hebt interesse in het jodendom. Je moeder heet Fatima, dus ik neem aan dat je een islamitische achtergrond hebt. Islamitische achtergrond, ja. Ja. Maar wat is je eigen filosofische wereldbeeld? Leuk. Dat doe ik natuurlijk normaal nooit, maar dat is wel leuk dat je het vraagt. Ik ben geboren in Koeristan. Zuid-Koeristan, dat betekent Noord-Irak. En ik ben op mijn 7e naar Nederland gekomen. Mijn vader is gevlucht, omdat hij schrijver is. En hij schrijft over Koerdische politiek, psychologie, spiritualiteit. En hij schrijft ook over de islam. Hij heeft zelf een hele ontwikkeling in de islam doorgemaakt, waarin hij zelf eerst onderdeel was van de moslimbroederschap en eigenlijk nu daar uitgestapt is. En ook zelf zegt dat hij een boek geïnspireerd door God geschreven heeft. Hoe heet dat? Een boek heet Chirpa. En dat is Koerdisch voor als vogels zingen. Chirpa, chirpa. Dat is wat een chirpa is. Een vogelzang. Dus hij is daarvoor gevlucht. Ik ben naar Nederland gekomen. Ik ben geen moslim. Ik ben wel als moslim geboren. Ik heb ook de Ramadan al een paar keer meegenomen. Maar ik heb nooit dat gevoel gehad van een geloof of een god of iets dergelijks. Wat dat betreft ben ik enorm atheïstisch en materialistisch. Toen ik 7 was, zijn we naar Nederland gekomen. Hier ben ik grotendeels opgegroeid in Sittard. En ik heb filosofie gestudeerd op de universiteit. Bachelor en master. Dat is een beetje waar ik vandaan kom. En in mijn, wat ik een beetje altijd gedaan heb is zoeken naar wat waar is. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik heb heel veel gestruggeld in mijn middelbare schooltijd met verbasteringen van realiteit. Dat gevoel had ik. Als ik dingen deed waarvan ik dacht, dit hoor ik niet te doen. Of ik zou eigenlijk een baan moeten nemen. Of ik zou voor comfortabel moeten gaan. Of ik zou eigenlijk een relatie moeten hebben en dergelijke. Voelde altijd alsof het een verbastering was van wat ik eigenlijk wilde doen. En het liefste wat ik eigenlijk wilde doen was gewoon gaan. Gewoon ergens heen gaan. Gewoon weggaan. Daar heb ik heel veel mee gestruggeld. En wat ik nu doe, vooral, is ik ben eigenlijk gestopt met mijn werk na mijn opleiding. Omdat ik een groep jongens tegenkwam die iets aan het doen waren wat geweldig was. En ik ontmoette hun toevallig. Wederom. En toen ik eigenlijk wegging, dacht ik, alles in mijn lichaam zei, ik moet mijn baan opzeggen en ik moet met deze jongens aan de slag gaan. Want wat zij doen is geweldig. Niet per se datgene wat ze aan het doen zijn, maar de manier waarop ze het aan het doen zijn. Vrij, onbekommerd, maar keihard werken. En dat is waarvan ik dacht, dat is hoe het hoort. Niet van 9 tot 5 in een kantoor zitten en mijn tijd letterlijk aan iemand anders geven. Dat is het gevoel wat ik had toen ik op een kantoor zat. Ik had het gevoel dat mijn tijd weggegeven werd aan iemand anders. Dat was gekmakend. Toen ben ik met hun gaan werken. Volgens mij een jaar, 1,5 jaar, is grandioos misgegaan. Heeft me enorm veel tijd gekost. Heeft me enorm veel geld gekost ook. Maar het maakt niet uit, want ik was aan het doen wat ik moest doen op dat moment. Dat was iets zinvols wat we aan het doen waren. Het was geweldig, het was leuk. En ook dat heeft me inderdaad heel veel geleerd over hoe ik in het leven zou moeten staan. Of wat ik zou willen en waar ik heen zou willen gaan. En tegenwoordig, vorig jaar ben ik politiek actief geworden. Ik heb op de lijst gestaan voor de partij Splinter voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was wel grappig dat je zei dat je niet met elke dwaas Splinter de zee moet gaan. Dacht ik, oh jee. Ook leuk, was een goede ontwikkeling. En tegenwoordig ben ik dus, ik podcast, ik doe freelance marketing. Ik ga weer filosofie cursussen geven. Vanaf september begint dat weer. En wat ik probeer te doen is te kijken wat zinvol is om te doen en waar ik mezelf het meest bruikbaar kan maken.
En de afgelopen maanden ben ik veel meer teruggegaan naar interne groei. Dus zulke boeken zoals De Kabbalist en De Alchemist, die komen steeds meer op mijn pad. Ik ben ook werkjes van David Deda aan het lezen. Dus dat openen en dergelijke, daar ben ik net een beetje aan het leren wat dat precies inhoudt. Dus het is weer een totaal vertrek van waar ik normaal daarvoor aan doen was. Heel erg naar buiten gericht. Wat kan ik doen om de wereld te verbeteren? En nu veel meer naar binnen gericht. Wat kan ik nog doen om te groeien? Fantastisch. Dat is het denk ik wel. Nee, want hoe zit het met de liefde? Oh, hoe zit het met de liefde? Oh mijn god. Met de liefde, ja. Nou, de liefde is heel lange tijd stilgelegen. Het ligt nog steeds stil trouwens. Maar ook omdat ik wist niet waarom ik een relatie zou moeten hebben. Waarom zou ik mezelf aan iemand geven die me waarschijnlijk tegen gaat houden of gaat belemmeren of mijn vrijheid gaat afpakken en dergelijke. Want dat is het beeld dat je hebt van een relatie? Ja, dat is het beeld wat ik had van een relatie. Maar dat is een week geleden was ik inderdaad David Deda aan het lezen. En het kwam tot mij, het kwam niet tot mij, ik las het gewoon in het boek, over wat het nut is van een relatie. Van wat het nut is om jezelf aan iemand over te geven. En dat is omdat je samen verder kan groeien. Daarvan dacht ik, wacht even, maar zo heb ik het nooit bekeken. Ik heb het altijd bekeken als een jezelf vastleggen en een deel van je vrijheid opgeven, of een groot deel van je vrijheid omgeven, om met iemand iets te gaan doen. En wat voor mij heel belangrijk is geweest altijd, is die vrijheid. Ik vind het geweldig om in mijn eentje op reis te gaan. Geweldig, top. Ik hoef me om niemand te bekommeren. Ik kan gewoon, als ik naar links wil gaan, ga ik naar links. Als ik naar rechts wil gaan, ga ik naar rechts. Doe ik heel precies hoe ik door een stad wil lopen. Dus wie weet, nu ik even opensta, komen misschien een teken op mijn pad. Wat goed. En denk niet voor niks dat Fatima in de woestijn je zo aanspreekt. Ja, ik was de naam helemaal vergeten inderdaad. Maar dat zal wel kunnen inderdaad. Dus dat is hoe het zit in de liefde. Oké, heel mooi. Ja. Nou ja, ik wil niet mijn eigen woorden teniet doen. Want je moet nooit naar luisteren wat iemand anders zegt. Maar ik wens je in elk geval, en los van wat je daar zelf mee doet, maar ik wens je een hele wijze partner toe. Dankjewel. Die dat inderdaad nog meer gaat doen groeien dan je nu al in je eentje doet. Want dat vind ik dat je ongelooflijk mooi doet. En dat is waardevol ook dat mannen dit doen. Want ik denk dat wij mannen achterlopen bij vrouwen wat dat betreft. En ik vind het mooi dat je dat pad zo loopt. Dankjewel. Ik vind het ook geweldig om te blijven groeien. Ik heb helemaal gedacht dat ik een beetje uitgegroeid was. En dat voelde eigenlijk een beetje jammer. Ja. Ik had het gevoel van ja, er is nog veel te leren. Er is veel nog te ontdekken. Maar dat ik uitgegroeid was. En de afgelopen maanden ontdek ik dat er een heel enorme grote, nog grote laag is om in te groeien. Nou, en dat voelt heel fijn. Eenmaal dat je een relatie hebt. Dan kom je weet je dat er nog heel veel te groeien valt. Dankjewel Geert. Vond heel fijn. Ja.